Imagine one pixel, so tiny and insignificant that it has no meaning for you. But take a step back and look from a distance, and a meaningful image will appear, made up of an infinite number of pixels. New images will appear when you combine pixels in a different way, and knowing the story behind the images will only add to their meaning. There is an abundance of visual material in the Netherlands, and many kilometers of audio assets, of texts, and millions of objects all stored in archives and depots of cultural heritage institutions. Together, they make up our collective memory. But how do you find what you're looking for in that wealth of data? Catch the future. Since 2004, research has been done into new methods and techniques that can assist heritage institutions in unlocking and presenting their digital resources. CATCH is a research program of the NWO fields, physical sciences and humanities. The total research budget is 9 million euros, which funds 14 projects. In this film, we present four of them: Scratch, Mitch, Rich, and Coral. The Information Technologies program of CATCH meets a rising demand in the heritage sector. Computer scientists are slaving over questions such as, how do we process all that data? How do we retrieve information? And how do we put it into context? And, not unimportantly, what new services can it produce, also for the general public? Veel van deze zogenaamde balgen, die betrekkelijk weinig plaats innemen, vinden we in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden, dat een indrukwekkende collectie dieren bezit, waaronder alleen al zo'n 80.000 zoogdieren. Vele daarvan werden al in de vorige eeuw of nog eerder opgezet, zoals deze Noord-Amerikaanse bison. In the depots of Naturalis, 20 floors store 12 million objects that contain information for research into evolution and biodiversity. This specific CATCH project focuses on the reptile and amphibian collection. Het is gevonden aan de rechter Cabalebo-rivier en bij de grote België-val aan de linkeroever in het district Nikeri, Suriname. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij een registratie in ons registratiesysteem gaan maken. In Mitch, 56.870 entries of these logbooks have been digitized and cleaned. New analyses and cross-references can be made in order to allow researchers to quickly find answers to questions like, where exactly has this frog species been found in the last two centuries? Je kunt dingen vinden in je data die je voorheen niet vond. We hebben iets heel simpels gedaan en dat is de database alleen al visualiseren op een kaartje. Resultaten die je terugkrijgt van een zoekopdracht in een database. En zelfs alleen daar al kun je al zien dat als een bepaalde soort normaal alleen in Afrika voorkomt, maar er is één exemplaar in je database van die soort waarop je hebt gezocht en die komt dan in Rusland voor, dan is dat een fout terwijl je die normaal misschien niet zult zien als je als mens gewoon maar door die database records heen gaat. The state archives contain over 100 kilometers of written documents, some of them dating back 1000 years. Tot het verlenen van een gratificatie aan GW van Achthoven, drukker bij de Algemene Landsdrukkerij. This project doesn't aim at developing a perfect reading machine. That is still beyond reach. We do develop methods that allow searching, one could say Googling, of large handwritten archives. The archive that is used for this is that of the Cabinet of the Queen. This archive was written over 20 years by just one civil servant. Deze set van 39 boeken van 1000 pagina's is dus uitermate geschikt. Je hoeft maar één boek van 500, 600, 700 pagina's helemaal over te typen om de computer het handschrift te leren. En dat betekent dat de overige 40.000 pagina's door de computer bewerkt kunnen worden. Dat spaar je uit en dat is je winst. Making handwritten archives searchable is not the only difficult task. Audio-visual materials are equally daunting. Binnen Coral kijken we naar zowel spraakherkenning om een index te bouwen van een gesproken archiefmateriaal, maar we hebben ook information retrieval nodig om in die index te kunnen zoeken. Nou, wat het nou een spannende combinatie maakt, is dat spraakherkenning eigenlijk gebouwd is in der tijd om als dicteermachine te functioneren.
En we kennen information retrieval vooral van de tekstzoekmachines, die iedereen wel van het internet kent. We hebben schitterende collecties audiovisueel materiaal in huis. Bijvoorbeeld het hele radioarchief van Radio Rijnmond. En dat zijn natuurlijk eindeloos veel tapes. En hoe doorzoek je die in godsnaam? Stel dat je ze digitaliseert en op de website zet. Hoe kan je daar dan op interviewfragmenten zoeken als je daar niet per radio-uitzending een uitgeschreven tekst voor hebt, en dat hebben we niet, dan moet je iets bedenken om dat te kunnen doorzoeken op trefwoord. En daar werkten die mensen aan. En ons was het nut meteen duidelijk. Om een voorbeeld te noemen, koningin Wilhelmina begon elke uitzending met landgenoten. Als je zoekt op deze term krijg je, zoals je ziet, een lijst met resultaten waarbij ook de zin getoond wordt waarin het woord voorkwam. Uiteraard in de oude spelling, want dit is in jaren 40 gemaakt. En wanneer je op een resultaat klikt. Voor mijn landgenoten thuis is het ook getwijfeld een bron van grote verblijding. Wanneer een enkele maal bewijzen van medeleven. Natuurlijk dadelijk schoonmaken. Ja, het is werkelijk een stuk middeleeuws aardewerk. Een fragment van een kan. Zoals er omstreeks 1350 vele in gebruik waren. Archaeologists can tell a lot from the shapes of objects and the appearance of material. For example, their age, origin or functional purpose. Daarvoor heb je standaardisatie nodig. Daarvoor heb je referentiecollecties nodig. En die moeten dan ook toegankelijk zijn. Nu zit dat allemaal verspreid in hoofden van wetenschappers. Of in bibliotheken of in archieven. Depots, zoals wij dat noemen. Maar dat moet expliciet, duidelijk en voor iedereen toegankelijk aanwezig zijn, zodat je er ook aan kan refereren waar het eigenlijk voor bedoeld is. Work has been done in creating a setup and software for digitizing reference collections. And a technique has been developed to analyze and visualize retrieved data with the help of maps. Nou, het unieke aan de visualisatietechniek is dat het veel beter werkt dan bestaande technieken. Het bouwt wel voort op ideeën die al eerder zeg maar, in de gemeenschap aanwezig waren. Alleen dit is eigenlijk de eerste keer dat het echt goed werkt. To foster a fruitful cooperation, the computer scientists spend a large part of their research within the walls of the heritage institutions. A unique formula for scientific research. In each project, a postgraduate, a PhD, and a programmer jointly work on issues in the heritage field. In het begin zeker was het wennen aan elkaars vocabulaire. Erachter komen wat de waarden zijn die leven in een archief. Er zijn hele duidelijke beelden over hoe je dingen aan een publiek presenteert. En in wat, voor, ook, wat erg belangrijk is dat je items in een goede context presenteert. Dat documenten worden begrepen in de context waarin ze gemaakt zijn of in de tijd waarin ze gemaakt zijn. Het gat tussen het wetenschappelijk resultaat en de eenvoudige gebruiker, zowel de onderzoeker als de beheerder, conservator, archivaris, die is te groot. Die moet kleiner gemaakt worden. En dat is iets wat ik in ieder geval onderschat heb. Aanvankelijk dacht je, we hebben samen een voorstel geschreven, we gaan dat nu samen uitvoeren. En dan kom je erachter dat gaatje wat er tussen de twee disciplines is, dat het eigenlijk best een kloof is. En in de loop van het project wordt die kloof weer smaller. En we zijn nu al veel concreter met elkaar om tafel gewoon oplossingen aan het bedenken. Ook tijdens de koffiepauzes ben ik ook heel veel te weten gekomen over hoe dat biologen onderzoek doen en wat er verder kan gebeuren tijdens onderzoek. Ook manieren hoe dat je beestjes het beste dood kunt maken zonder dat ze echt beschadigd raken en zo. Want je wil ze natuurlijk wel netjes in zo'n potje hebben. Dat soort dingen heb ik ook allemaal geleerd. Ook over de reptielen en amfibieën zelf. De informatici die hebben nu een beeld van wat er in het archief zich afspeelt, hoe die bronnen in elkaar zitten, wat de problemen zijn bij het toegankelijk maken van het materiaal. En welke rol zij daarbij kunnen spelen om die toegankelijkheid te verbeteren. Ik denk dat dat wel heel goed is. A European or even global exchange of heritage data may become a reality when we continue to invest in computer science research for cultural heritage. This will open new possibilities for anyone interested in this subject. De opbrengst van
projecten als Catch en Rich is dat totaal nieuwe onderzoeksvragen opgelost kunnen worden. Dat je over je eigen domein heen stapt, dat andere domeinen bij jouw data kunnen komen, hè, met semantische technologie. En wat we uiteindelijk denk ik kunnen bereiken is dat een archeoloog in het veld een opgraving aan het doen is. En dat hij een object vindt, een munt of een aardewerkscherf of een stukje vuursteen. En dat hij met zijn mobiele telefoon of met zijn fotocamera daar een foto van maakt. Die foto kan opsturen naar een website. En dat die website dan meteen zegt van, hey, maar een vergelijkbare fonds is eerder ook al gevonden bij deze opgraving of bij deze opgraving. En we zijn er nog niet. Ik bedoel, het is echt een project wat nog vele jaren zou moeten duren. Voordat het echt voor een breed publiek gebruikt kan worden. Maar vooral archivarissen zelf en archiefdiensten kunnen al heel veel profijt hebben van de resultaten die er zijn geboekt. Ik voer een zoekwoord in, bijvoorbeeld Schiedam. Ik klik op zoek. Ik krijg in dit geval twee resultaten. Ik klik op één van de resultaten. En je ziet keurig in een geel vakje het woord Schiedam opgelicht in de tekst. We hebben ook gewoon gezien dat deze technieken gewoon werken voor ander soort data. En dat was wel heel cool om te doen. En ook dat er dus nu binnen Naturalis mensen zijn die dus echt gebaat zijn geweest bij Mitch. Dus dat ze onze dingen gebruiken om dus makkelijker bij hun data te kunnen. En je merkt dat zodra zo'n systeem online is, er reacties komen, dat het echt gebruikt wordt, dat mensen er wat van leren, dat het een collectie is die leeft. En dat is wat ik een van de mooiste dingen van het project vind. There will come a day that it will be perfectly normal to show a plant or a coin you found in your garden on a webcam, or to listen on demand to the voice of a deceased relative in a radio program. And that day may be sooner than we think.